Met nog één wedstrijd te gaan kan FC Groningen A1 al terugkijken op een zeer geslaagd seizoen. De A1 van de FC eindigt minimaal op de derde plaats in de Eredivisie en kan zelfs nog tweede worden. Zo hoog eindigde een A1 van FC Groningen nog nooit. Daarnaast behaalt het sowieso een record aantal punten en heeft het na PSV de minst gepasseerde verdediging. Zo wist keeper Wieger Sietsma in 25 wedstrijden 10 keer de nul te houden. Als je met dezelfde lichting 2 jaar geleden gedegradeerd bent en ja, je staat nu weer op de derde plek, dan is dat geweldig. Wat is er in die 2 jaar veranderd bij jullie? Ja, dat is gewoon een hele goede opleiding. En je wordt individueel heel erg geholpen door alle trainers rondom de club. En ik denk dat dat, daardoor staan wij nu op deze plek. En in hoeverre ben jij beter geworden? Ik denk dat ik dit jaar aardige stappen heb gemaakt. En dat heb ik te danken aan mijn keepertrainers en Paul Raveno. Dus dat is echt mooi. Het is jeugdvoetbal. En er gaat nog van alles mis en er gaan ook heel veel dingen goed. Maar wat ik heel knap vind van deze groep is dat ze de dingen echt zelf gaan regelen. Ze herkennen de situaties, ze anticiperen op die situaties, zetten elkaar neer, zijn kritisch naar elkaar, accepteren van elkaar. Dus het is een echte eenheid geworden. Ja, en dan kan het individu ook schitteren. Een van die individuen is centrale verdediger Hans Hateboer, die hier tegen Heerenveen laat zien ook aanvallend goed uit de voeten te kunnen. We praten goed met elkaar, maar ook niet alleen van de verdediging. Verdediging begint al met de aanvallers. En ik denk dat druk zetten gaat goed, waardoor wij ook weinig in de problemen komen. Ja, we hebben fysiek sterke jongens achterin, waardoor ze er moeilijk doorheen komen. Ja, je ziet steeds dat je een stapje verder bent in je speelwijsontwikkeling. Hè? We willen op een bepaalde manier opbouwen. Nou, op een gegeven moment hebben tegenstanders dat door, dus zul je ook moeten kunnen variëren. Dus komt er weer een stapje bij. Hetzelfde geldt voor druk zetten. We willen op een bepaalde manier druk op de tegenstander krijgen. Op een gegeven moment anticiperen de tegenstanders daarop. Dan moet je ook een tweede set hebben en misschien zelfs een derde set. Nou, ik denk dat we dat dit jaar zo goed hebben gedaan, dat we steeds kunnen anticiperen. Dus wij willen wat en de tegenstander wil wat. En op dat moment doen wij weer een tegenzet en dan houden we steeds het initiatief. Nou, dat is compliment naar deze groep. Volgend seizoen zullen waarschijnlijk 8 spelers van de A1, waaronder Hateboer, de overstap maken naar de belofte van FC Groningen. Ja, ze willen graag met me door. Dus, en dat wil jij ook? Ja, het is mijn. Ik wil hier graag blijven. Ik heb hier graag echt naar mijn zin. En ik ben hier als deetje gekomen, dus ik heb alles doorlopen. Dan ook weer dezelfde trainer voor de groep, hè? Ja, hetzelfde trainer. Ja, je weet wat je aan elkaar hebt. Ik ben nu als tweedejaars B-trainer ik ook mee. Dus het zou het 4e jaar zijn dat ik met hem werk. Dus je weet wat je aan elkaar hebt. Je weet wat elkaars krachten zijn. Dus, ja. Ja, eigenlijk is het alleen maar mooi. Zaterdagmiddag sluit FC Groningen A1 de competitie thuis af tegen hekkensluiter NAC Breda. Bij winst kan de A1 nog op de tweede plaats eindigen. Dan moet PSV gelijk spelen of verliezen. Dat gaan we zeker afmaken en dan hebben we een geweldig seizoen gehad.